zoals het nu gaat, hè, zo kan je toch geen land besturen. Beste mensen, nee. Heb je dat meegekregen bij Nieuwsuur? Ja, jullie hebben waarschijnlijk niet alle tijd om dat allemaal te volgen. Dus ik praat jullie even bij. Ja, daar... We gaan terug naar eind augustus. Weet jullie nog? Toen diep in de nacht waren ze toen bezig met de begroting. Zeg maar met de miljoenennota voor Prinsjesdag. Nou, en die zaten daar bij elkaar, het ministerie van Financiën. En daar breekt dus een enorm gevecht uit tussen Omtzigt en die Dylan van de VVD. Dus die partijen staan recht tegenover elkaar. Want die Omtzigt die wilde meer geld hebben voor mensen met uitkeringen. En de Dylan die wilde meer geld hebben voor mensen die hard werken. Die wilden ze dat die beloond werden. Nou, en dat stond dus echt tegenover elkaar. En die Omtzigt die zegt dus daar, die avond, die zegt nou, dan steun ik het niet. Hé, hey, dan steun ik deze hele begroting niet. Nou, werd er toegezegd. Ja, hallo, dan hebben we dus een kabinetscrisis, beste Pieter. Ja, zeg het maar. Als jij het niet blijft steunen, dan gaan we nu naar buiten en dan gaan we vertellen dat het kabinet is gevallen. Oh, paniek in de tent. En daar kwam ineens, uit het niets, daar kwam Wilders. Als de grote bemiddelaar en de vredesengel. En die ging in een verlaten zaaltje met Omtzigt zitten. En die ging op hem inpraten. En Pieter dit en Pieter dat. En toen, na een half uur weet ik veel, toen kwamen ze weer naar buiten. En toen zei Pieter, oké, ik doe het toch. En hij ging gelijk weg. Maar sinds dat hele gebeuren, kan je je voorstellen, toen bestond het kabinet amper 2 maanden. En toen zaten ze al vol in een kabinetscrisis. Het is ook een beetje om te lachen, maar het is ook om te huilen. Want sindsdien zijn de verhoudingen totaal verziekt. Sfeer helemaal naar de knoppen. Niemand vertrouwt niemand meer. En dat zien we nu dus terug in dat asielbeleid. Ja, want die NSC, die staat nou dus niet... Die staan nu recht tegenover de PVV, tegenover Wilders. Ja, want die NSC, die wil nou onder die afspraken uit. Weet je, over die noodwet. En die doen er alles aan. Die anderen, die verdenken die NSC ervan dat ze de boel lopen te saboteren achter de schermen. En dat is om alleen maar dat asielbeleid een beetje om zeep te helpen. En Wilders, die roept aan alle kanten. En als er die noodwet er niet komt, dan is het met het kabinet gedaan. Dat zegt Wilders. Dan is het toch niet te besturen, zo'n land. Zo'n puinhoop, zo'n kabinet dat door en door rot is en verrot is. En als een misbond, dat kan toch allemaal niet, vrienden. Dat kabinet, dat zit er alleen nog maar om te vallen.